Hallo, welkom en leuk dat jij kijkt. Digitaal presenteren, het is niet eenvoudig. In deze tijd wordt het steeds vaker gedaan. Mensen gaan contact zoeken met elkaar via de computer. Dat moet wel, want ja, je mag niet meer dan met zoveel mensen bij elkaar aanwezig zijn. En er zijn mensen die zeggen, ik voel me daar niet lekker bij. Want samen contact met elkaar via een schermpje is toch niet hetzelfde. En ik zie ook mensen waarvan ik denk, ja jongens, let op, als je dit of dit of dit een beetje anders doet, krijg je misschien toch een beter gevoel erbij. Wat zijn de tips? Die volgen straks. Je kunt de 5 tips na elkaar bekijken. Het is niet hetzelfde als persoonlijk aanwezig zijn, dat is het nooit. Maar er zijn wel dingen waar je op kunt letten, zodat het toch wat beter wordt en daardoor voor iedereen leuker om met elkaar contact te hebben, digitaal. En als je echt iets gaat presenteren, want je gaat een presentatie geven, of je gaat een lezing geven, of je gaat uitleg geven over iets, denk dan aan deze tips. Je kunt ze echt goed gebruiken. Tip 1, een hele logische. Kijk in de camera. Het is een gevaar als jij digitaal presenteert dat je op het scherm kijkt naar de mensen die aanwezig zijn, die zichzelf laten zien, die van jou willen horen enzovoort. Maar dat betekent dat je geen oogcontact maakt. En oogcontact maak je door in de camera te kijken, zoals wat ik nu doe. En dat is lastig, want je wilt heel graag reacties zien van mensen. Dat gaat natuurlijk niet als jij in de camera kijkt en dat schermpje zit eronder. Dus je kunt het ook afwisselen. Kijk in de camera als je iets vertelt en dan kijk je gewoon af en toe even naar de mensen om te kijken hoe ze daarop reageren. Maar dat is heel belangrijk. Kijk in de camera. Weet waar op de computer jouw camera zich bevindt. En als jij je richt tot iemand, kijk in de camera. Dat betekent dat ze je ogen zien en dat ze dus contact met je kunnen maken op die manier. Zo, ik hoop dat je weer wat gehad hebt aan deze 5 tips over digitaal presenteren. Kijk in de camera, wees enthousiast, gebruik je mimiek, doe het kort en krachtig, niet te veel en zorg voor die 3 punten die de mensen onthouden. En mocht je denken, nou, ik kan wel wat hulp gebruiken bij de rode lijn van mijn verhaal, wat is nou precies de kern, hoe kom ik beter over, digitaal of gewoon, als je straks weer mag, voor een publiek, live, ik help je graag. Ik weet waar ik naar moet kijken. Houding, mimiek, gebruik van stem en doeltreffende gebaren. En we zorgen samen dat jouw presentatie, lezing of iets anders wat jij wilt vertellen aan een publiek goed overkomt. Zonder problemen, op jouw manier. Dus, meer informatie vind je natuurlijk op mijn site www.gebarenrijk.nl. En ik hoop je in de toekomst te zien. Dank voor het kijken. Doei!